Voor Alkenaar Jurgen Bolle is kerstmis al begonnen. Jaarlijks tovert hij zijn huis om in een heus kersthuis. Op dit moment is hij volop aan de voorbereiding bezig. De coronacrisis gooit wel wat roet in het eten. Het kersthuis gaat er dit jaar iets anders uitzien. Pastel roze en pastel groen zijn de kleuren voor kerstmis trouwens. Door de corona hebben we eigenlijk heel veel veranderingen moeten treffen hier, want ik had eerst een zomerbar, maar nu heb ik eigenlijk een ijssalon hier. Dus ik verkoop allemaal verschillende ijsballen, maar daarbij verkoop ik deze zomer ook kerstballen. Dus dan hebben de mensen hier zo, die kopen dan een potje ijs en dan zeggen ze, zitten hier een ijs op te eten. En dan zeggen ze, oh kijk hier, dat is schoon, dat wil ik meenemen. En dan kopen ze al in één persoon kerstgrief. Voor Alkenaar Jurgen Bolle is het elke dag kerstmis. In de wintermaanden baat hij in zijn eigen huis een kersthuis uit. Maar door de coronacrisis hebben ze de planning helemaal moeten omgooien. Door corona dit jaar kunnen we natuurlijk geen tent zetten, want ja, dat zou ook niet veilig zijn en hoe gaan we dat allemaal doen en zo. Dus ja, hebben we beslist die kerstwinkel te openen, zodat de mensen sowieso ook naar de kerstbomen kunnen komen kijken, maar gewoon niks kunnen komen drinken. Maar ze kunnen wel kerstversiering kopen voor in een boom. Op dit moment is Jurgen aan de eerste voorbereidingen bezig. Iedere kamer in zijn huis krijgt een apart thema. Vooral pastelkleuren zijn deze winter in. Kersttrends voor dit jaar is pastel roze en groen. Samen met die paddenstoelen die je hier ziet en zo, dat is wel heel chic om in je boom te hangen. Dan creëert je dadelijk zo'n bosgevoel. Echt zo'n spookje, zo like Efteling en zo. Daar komen ook nog zo van die engeltjes bij en dit en dat. Maar dat moet toch allemaal komen. Tegen eind augustus zou het kersthuis helemaal klaar moeten zijn. Nieuwsgierigen kunnen dan al een kijkje komen nemen tot het einde van dit jaar. Voor Bolle kan kerstmis niet vroeg genoeg beginnen. Hier gaan we eigenlijk een heel moderne boom maken en ook eigenlijk zomers al. Want hier hebben we eigenlijk gouden apen en dan ga ik gewoon van die groene bollen eigenlijk indoen en groene pauwen en zo. Dus eigenlijk een hele zomerboom. Die kunnen de mensen eigenlijk nu al zetten, in principe.